Vorig jaar emigreerden 174.000 mensen uit Nederland. En dat zijn er 30.000 meer dan het jaar daarvoor. Op nieuwe mediakanalen wordt geregeld gesproken over een zogezegde exit-strategie. Maar wat wordt hier precies mee bedoeld en wat zijn de mogelijkheden? Financieel expert Ab Flipsen die begeleidt mensen ten tijde van crisis bij het veiligstellen van hun vrijheid, veiligheid en hun vermogen. Ja, hij geeft dus duiding over dit onderwerp. En Ab, fijn dat je hier voor het eerst bij Black Box Today aanwezig bent. Voor veel mensen ben jij waarschijnlijk geen onbekende. En daarom hebben we dus ook een compilatie gemaakt van jouw optredens in andere media. Hoe je het ook went of verkeerd, de conclusie is heel simpel. We hebben een systeem wat eigenlijk op alle manieren failliet is. Mensen beginnen te beseffen, er is iets aan de hand. Mm-hmm. Ja, en er is nog steeds een groep die wegduikt. Maar je kan niemand meer in dit land aanwijzen die niet voelt wat er aan de hand is. Het opleggen van de sancties aan Rusland betekent gewoon economisch einde oefening. In Nederland heeft ook heel flauw heeft het kabinet een soort advies gegeven over een noodpakketje. Maar dat is niet echt serieus. Maar aan de andere kant, ze hebben zich wel ingedekt. Dat als de pleuris uitbreekt, kan je niet de overheid verwijten. We hebben niks gedaan. Spaargeld in euro's, dat is suicidaal. En als wij met z'n allen nu naar die bank rennen, ja, dan gaan we een gekke situatie meemaken. Dus men is echt buitengewoon bezorgd. De agenda 2030 die ze hier doorvoeren, ja, dat is gewoon een bizarre manier van, ja, ik noem het een moderne manier van slavernij die we tegemoet gaan. En wat we nu gaan zien, is dat we een enorme werkloosheid gaan krijgen. Die is niet van de ene dag op de andere dag. Maar dat gaat komen, dat betekent gewoon een economische recessie die op ons afkomt. We zagen bijdragers van jou bij Monetary Horizons, Vibestock, De Nieuwe Wereld, Goudkoorts, Omroep Flevoland. Wat drijft jou om zo je te mengen in het debat en je verhaal te doen? Ja, ik meng me niet zozeer in het debat. Ik ben hier eigenlijk via Omroep Flevoland al een jaar of 16, 17 mee bezig. Dus wat nu gebeurt en over ons heen rolt, is niet nieuw. Voor mij althans niet nieuw, alleen het is in de stroomversnelling gekomen. En wat ik doe, is gewoon doorgaan met wat ik eigenlijk al 17 jaar doe. Alleen ja, wat breder, omdat je ziet dat mensen nu zelf geraakt worden. Tot nu toe is het een ver van hun bedshow geweest. Over de zwakke euro. Mensen zijn nooit druk om gemaakt, bijvoorbeeld. Alles wat er gebeurt op geopolitiek gebied. Mensen zijn nooit druk om gemaakt. De groeiende schuldenberg. Wat maakt het uit? Maar nu wordt iedereen geraakt. Door de hoge inflatie, kostenstijging. Nou, dat baart veel mensen zorgen. Ja, en als uiterst punt heb je dan dus dat je de mogelijkheid hebt om het land te verlaten. 30.000 mensen meer dan het jaar daarvoor. De argumenten die jij aanhaalt, zijn dat ook argumenten die die mensen die dan gaan emigreren, dat zij in hun achterhoofd hebben? Ja, de mensen die eigenlijk bij ons op kantoor komen voor een consult, die komen primair binnen op basis van zorgen over hun vermogen, wat ik aangeef. En voor veel mensen denken ze, ik ben niet vermogend, maar ik versta onder vermogen ook iemand die, of een echtpaar of een ondernemer die 30.000 euro spaargeld heeft. Dat heeft hij gewoon over. Dat is voor mij ook vermogen. Hè? Maar ook mensen met miljoenen op de rekening. Zowel ondernemers als particulieren. Nou, die mensen maken zich de druk om die punten die ik net noem. Hè? De groeiende schuldenberg onder andere. Wat is de impact, economische impact van de oorlog in Oost-Europa? Hè? Ik heb bijna niet meer noemen de Oekraïne, want het wordt steeds breder. Nou, dat zijn daadwerkelijke zorgen. En dan zie je al heel snel bij die mensen, als je eenmaal in gesprek raakt, dat die mensen zich over veel meer zaken zorgen maken. Met name rond corona is iedereen wakker geschrokken. Want de overheid die kon natuurlijk verstrekkende maatregelen nemen. Dat heeft mensen op scherp gezet. En ja, als je eenmaal gaat spitten wat er rond corona is gebeurd, ja, kom je redelijk wat leugens tegen. En als je dat onderzoekt, kom je ook zaken tegen in de financiële wereld, in de foodsector. Dus ja, voor veel mensen is er een wereld opengegaan. En die zorgen delen ze met ons. En even naar dat onderwerp wat jij net noemt over die emigratie. Veel van die mensen die bij ons op kantoor zijn geweest, op zich al frappant dat 80% van de mensen niet gevaccineerd is. Dat vind ik eigenlijk al heel bijzonder. Dat selecteren wij niet uit. Maar in die gesprekken die wij voeren, komt vaak ook terug dat men zegt, hoe lang kunnen wij nog in Nederland blijven? Hoe lang willen we nog in Nederland blijven? Hoe moeten we ons voorbereiden voor Nederland? We noemen dat plan A. En er is een groep die zegt van, ja, maar wij zijn ons aan het voorbereiden voor bijvoorbeeld een safe house in Europa, waar we met de auto heen kunnen rijden. Dat noemen wij plan B. En er is zelfs een groep die zegt, wij willen ons voorbereiden om zelfs Europa te verlaten. En van de groep die ik heb gesproken, zijn al veel mensen vertrokken. Hebben een huis verkocht, een onderneming verkocht en zijn al weg. Ja, jij adviseert en helpt mensen daar dus bij. Maar wie zijn die mensen? Kan je ze groeperen? Zijn het mensen met ondernemingen? Zijn het oudere mensen? Kan het ook iemand zijn zoals ik, met een studieschuld? Allemaal. In het begin was het met name de ondernemers, maar later ook steeds meer particulieren. Het is jong, het is oud. Veel mensen denken, ja, maar de mensen die Nederland verlaten, die hebben pensioen, ja, die verkopen hun huis, die cashen lekker en die gaan ergens in Spanje wonen. Een soort stereotype beeld. Maar dat is niet helemaal waar, want wij spreken mensen die jonge kinderen hebben.
opgroeiende kinderen hebben, pubers hebben, die het land verlaten. Of daarmee bezig zijn. Het is dus niet alleen maar het vermogen wat ze veilig stellen, maar dus ook daadwerkelijk hun vrijheid en veiligheid voor hun jonge kinderen bijvoorbeeld. Wij noemen niet voor niks vrijheid nummer 1. He? Nogmaals, ze komen binnen over hun vermogen, maken ze zo. Maar ten diepste worden ze geraakt door hun vrijheid. Ze zien aan alle kanten dat hun vrijheid aan banden wordt gelegd door het beleid in Nederland. Alleen al het feit dat banken full control doen op al je betalingen die je doet. De Kaag die noemt dat elke 100 euro gemonitord gaat worden. Ja, dat maakt mensen des duivels. Maar goed, het zijn die mensen die dus bij ons komen. Het is een gemêleerd gezelschap wat komt. Ja, en daar helpen wij bij van wat moet je nu bij plan A doen en B doen en C doen. En nog even voor de goede orde. A is dus soeverein in je eigen land. Klopt. In Nederland. B is mogelijk iets zoeken in Europa. Binnen Europa, waar je met de auto kan rijden en niet afhankelijk bent van de vliegtuig of een boot, waar je misschien aan allerlei codes moet voldoen, aan allerlei andere zaken moet voldoen om te kunnen reizen. Ja, en C is, dat is ik zou bijna zeggen, dat is Europa verlaten. Nou, dat kan nog één keer. Want als je straks zo gesanctioneerd wordt op je mobiliteit, doordat je aan allerlei restricties moet voldoen, ja, kan je ook niet meer terug. Dus dat is best een hele heftige plan C. Maar even terug bij plan A. Dat kan iedereen doen. En ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je vooral een soort plan maakt voor jezelf. Stel nu dat er voor een paar dagen geen stroom is. Wat dan? En we hebben gezien vorige week, was er gelukkig wel stroom, maar vorige week hebben we gezien dat ING 14 uur uit lag. 14 uur kon je niet internetbankieren. Dat is al een enorme impact. En je moet eigenlijk die zaak verder doortrekken. Stel nu dat die bank langer uitvalt, alle banken, gehackt worden of door wat voor situatie dan ook. Wat kan je dan doen? Nou, een van de punten die ik bijvoorbeeld altijd aangeef en meegeef, zorg voor contant geld. Zorg voor een aantal weken, liefst een aantal maanden contant geld. Een hele simpele tip. Dus je kan jezelf autonoom maken door te zorgen dat je een aantal zaken zelf organiseert. Nou, dat is onder andere hebben we dat in een e-book neergezet. Hè, waarin mensen dat kunnen bekijken. Maar het gaat erom, denk eens na van als die supermarkt. Als je weet dat supermarkten maar voor 3 dagen voedsel op voorraad. Wat nu als er in één keer een run is op de supermarkten? Dan is binnen een paar uur zijn die supermarkten leeg. En je ziet dat mensen totaal niet voorbereid zijn. En afhankelijk zijn van het systeem, de financiën, het financiële systeem, elektriciteit, de overheid die alles regelt. Nee, je moet meer autonoom worden. Nadenken, wat ga je doen? Maar hoe kan dat? Als je bijvoorbeeld in een sociaal huurhuis zit en afhankelijk misschien wel bent van bepaalde subsidies of je leeft van paycheck naar paycheck. Hoe kan je dan toch in het klein autonoom zijn volgens plan A? Nou, ik snap het. Hè. Veel mensen zeggen, maar ik heb helemaal geen vermogen. Maar als ik spreek die mensen ook. En als ik dan met die mensen vraag, heb je bijvoorbeeld voor een week eten in huis of zo? Heb je kaarsen in huis? Nou, niet eens over nagedacht. Heb je iets van contant geld in huis? In je portemonnee? Nee, appen heb ik niet. Want als ik iets wil, dan doe ik via mijn telefoon en wordt het thuis bezorgd. Nee, maar ga dan eens vanuit dat niet werkt. Wat dan? Ja? Zorg dat je een scenario voor jezelf opzet. Misschien wel het meest bizarre scenario. Je kan het heel ver doortrekken. Daar moet je eens over nadenken. Maar er wordt nauwelijks over nagedacht in dit land. En dat vind ik wel erg, erg zorgelijk. En wij kunnen gelukkig die mensen die daar vragen over stellen, kunnen wij prima begeleiden en adviseren daarin. En als we dus een stapje verder kijken buiten Nederland, sowieso als eerste vraag, waarom is Nederland zo een voorloper in de uitrol van de agenda's, in de recessie die eraan zit te komen? Waarom wil men uit Nederland? Nou, omdat in Nederland die druk het grootst is. Ik spreek nu mensen die bijvoorbeeld al een paar jaar in Spanje wonen, of in Kroatië wonen, of in Hongarije wonen. Ja, die ervaren niks van die druk. Daar wordt op school gewoon normaal les gegeven. Niet over transgenders, niet over insecten eten. Dat kennen ze helemaal niet in die landen. Het zijn hele traditionele landen. Eigenlijk moet je zien dat Nederland koploper is op dit gebied. Ja, over CO2-budget, over woke. We zijn koploper. Hè. Europa is geen Nederland. Maar Nederland is wel het beste jongetje van de klas. Maar dan in de verkeerde zin des woords. En mensen ervaren dat. En ik denk dat de mensen die nu al in die landen wonen die ik net noem, hè, ik noem het even Zuid-Europa, Oost-Europa en Noord-Europa, denk aan Noorwegen, denk aan Denemarken, noem maar op. Die ik spreek die daar al wonen, zeggen, wij ervaren die druk helemaal niet in deze landen. Het zijn wel landen binnen Europa, vaak ook in de eurozone. Dat geldt niet voor Denemarken en Zweden. Maar die mensen ervaren die druk niet. Dus Nederland is wat dat betreft een buitengewoon slecht voorbeeld. Ik kom geen land tegen wat zo extreem is in zijn uitingen als Nederland.
En nou ja, Pim van Rijswijk die heeft al eens eerder advies gegeven aan de mensen die een eigen huis hebben. Wat ze mogelijk zouden kunnen doen als ze in het slechte scenario Nederland willen verlaten. Maar wat nou als je wel vermogen hebt, maar om wat voor reden dan ook Nederland niet wil of kan verlaten. Met zieke familieleden of gewoon omdat je het hier zo prettig wonen vindt. Moet ik dan andere valuta aanschaffen? Wat... Ja, even terug naar jouw opmerking van je wil in Nederland blijven. Dat kan prima, maar ik ken ook mensen die bijvoorbeeld een huis aanschaffen in het buitenland. Moet je natuurlijk wel het vermogen hebben, dat begrijp ik wel. Niet om daar permanent te gaan wonen, maar gewoon als een soort vakantiewoning. Soms ook gewoon in de verhuur doen. Soms ook uit het oogpunt van belegging doen ze dat. En jouw eerste vraag was? Over? Wat je dus nog wel kan doen om je vermogen in Nederland te beschermen. Nou, je vermogen in Nederland beschermen is op zich niet zo... complex. Kijk, de vissers weten precies wat je aan vermogen hebt. Maar je bent wel vrij om met dat vermogen iets te doen. Hè? Stel, je hebt 100.000 euro. Nou, is het nou verstandig om dat op je bankrekening te houden? In de wetenschap dat de inflatie altijd hoger zal zijn dan de rente die je vergoed krijgt. Hè? Dat noemen we een soort negatieve reële rente. Ja? Daar ga je mee te maken krijgen zolang de euro bestaat. Dus je weet één ding zeker. Als je spaargeld hebt, wordt dat elk jaar minder. Dat kan, vorig jaar was dat 14%. In een gunstig geval gaat dit jaar zakt dat naar 6-7%. Wat daalt. Dus op dat moment zou je kunnen beslissen om... ik ga bijvoorbeeld in andere valuta. Dat zou kunnen. Ja? Dat je uit die zwakke, zwalkende euro stapt. Je kan denken aan aanschaffen van goud. Hè? Ik bedoel, dat vind ik sowieso verstandig. Want centrale banken kopen al vanaf 2011 massaal goud op. Of zilver. Zeker ondergewaardeerd wordt. Zilver, absoluut twee munten. Maar ik geloof in die verhouding zilver en goud, absoluut wel. Ja. Maar één ding, centrale banken kopen alleen maar goud. Dus, maar de combinatie goud-zilver is denk ik een hele goede keuze die je maakt. Waarde vast blijft. En los van de zilverprijs is niet relevant. Ik denk dat de veel grotere vraag is van... krijg je nog wel goud en zilver te pakken? De vraag is enorm. Vanuit centrale banken. Wereldwijd is die vraag groot. En er is maar een beperkte hoeveelheid goud en zilver aanwezig. Dus het is al een kunst om het te pakken te krijgen. En ik vrees dat er een moment gaat komen... dat de overheid die nu al jaagt... een soort heksenjacht heeft geopend op ons geld... dat er ook een moment gaat komen dat misschien goud... zelfs niet eens meer door een particulier aan te schaffen is. Dus dat zijn een paar S's die gewoon belangrijk zijn. En het volgens mij... de tijd is beperkt. Ik snap dat je wanneer je een consult hebt met mensen... veel langer uren kan spreken. Ja. En er is ook heel veel informatie die jij al deelt. Maar we hebben het hier nog niet gehad over plan C. Kan je daar nog kort iets over vertellen? Ja, plan C is met name voor de mensen die nog een bredere kijk hebben. Nog misschien wat verder gaan. En het zijn mensen die ook veel onderzoek hebben gedaan. En die voorzien voor Europa, beginnend in Nederland, maar uiteindelijk gaat dat toch uitdijen naar de rest van Europa. Ik zou zeggen, lees een boek van Leon de Winter, Lied van Europa. Hij schetst in zijn boek een schokkend beeld van Europa. Nou, die mensen hebben dat beeld ook al in hun hoofd, al langer. Ik denk al voordat het boek uitkwam. En die mensen zijn er eigenlijk zelf van overtuigd van ja, Europa is straks niet meer leefbaar. Niet meer voor ons leefbaar. Wij willen gewoon vrij zijn, autonoom zijn, zelfstandig zijn. En een full control maatschappij willen wij niet. Hè? Met straks een digitale euro hebben we een full control maatschappij. Nou, die kant gaat het op. Zeker als ik kijk naar de politiek, het beleid wat we hier in Nederland hebben en in Brussel hebben, gaan we die kant op. Nou, die mensen zeggen heel simpel, ja, wij vertrekken. En ik heb die mensen al gesproken, hè? Mensen in Zuid-Amerika, mensen die in Mexico wonen, die zijn al vertrokken. Maar die groep die daar nu mee bezig is, denkt gewoon Europa is gewoon verloren. Ja, ik ben er iets minder somber over. Mij gaat het nu vooral om Nederland. Hè. Ik zou bijna zeggen een ring rond Nederland, België en Duitsland heen. Noord, Oost en Zuid-Europa. Dat zijn voor mij nu de veilige plaatsen nog in Europa. Sommige landen nog met hun eigen munt, heel goed. Maar goed, misschien komt er wel een plan C. Dat zou kunnen, maar dat is vaak maar dat wordt een enkele reis. En dan kan je niet meer terug. Ik ben ook heel benieuwd wat de kijkers verder aan vragen... aan App hebben. En die kan je dus stellen in de Telegram groep. Maar verder, als je interesse hebt, kan je dus ook de uitgebreide online cursus Survive Our System, Hoe bescherm ik mijn geld, volgen van App Flipsa. En speciaal voor Blackbox kan je gaan naar de pagina blackbox.tv/appflipsa. En speciaal voor jou als kijker of luisteraar kan je de kortingscode gebruiken Blackbox25, dus met capital letters Blackbox25, voor €25 korting op die online training. Op de website blackbox.tv/appflipsen, dus AB flipsen, vind je ook meer informatie hoe je het gratis e-book Bereid jezelf voor op een crisis, inclusief handige preplijst kunt downloaden.